Hey Jaron, Ja, we hebben lezerspost. Jezus. Nou, weet ik één al. Tussen al die duizenden kijkers komen ze ook gewoon met een cadeautje aan. En volgens mij zit er ook een Ja, er zit een kaartje bij, dacht ik. Hey, GG. Kijk, ja, daar is niks mis mee. En nog jong, hè? Ja, voor de mannen van FC Buitenland. Succes met de show. Groet Minne. Dankjewel, Minne. En het goede land, hè. Geen Engeland, maar Italië. dit is wel zo'n lief cadeau. Nu wil ik een mooie show neerzetten. Welkom bij FC Buitenland. We gaan beginnen. Week 2 en we zijn er weer. Vorige week heel veel voetbal, heel veel competities zijn hervat. En ook heel veel retweets gehad op onze main tweet van FC Buitenland. De winnaar van het Juventus shirt is Glenn. Glenn, gefeliciteerd. Bedankt voor het delen, bedankt voor het retweeten. En bedankt voor het kijken natuurlijk, dat is het belangrijkste. En ook deze week kunnen we wat verloten. En dat is het shirt dat Armin aan heeft. Het FC Afkikker shirt. Ja, ik zal me wel even wassen, maar die kan er wel jullie kant op komen. Ik heb goed nieuws voor de kijker. Het is niet het shirt dat Armin zelf nu aan heeft, maar gewoon een gloednieuwe uit de verpakking. Dus retweet, kijk, deel en als je commentaar hebt, laat het even achter in de comments hier beneden. Het is natuurlijk een enigszins beladen onderwerp, denk ik. Maar het is toch goed om het daar even over te hebben, Jaron. Ja, ik denk dat we hebben het over de Black Lives Matter movement. Inmiddels heeft hij ook het voetbal bereikt. Er staan steeds meer spelers op die zich hardop uitspreken tegen institutioneel racisme. Door heel Europa, hè? Heel Europa. Ik denk dat de Premier League een perfect voorbeeld is. Die namen een heel erg zwaar statement in. Ik denk by far het beste voorbeeld van alle competities die zijn hervat. En als we dan ook nog gaan inzoomen op een speler, en dan zoomen we in op Marcus Rashford. Ja. Wat al een hele fijne speler was, maar dat is sinds vorige week mijn absolute favoriete topspeler. Wat heeft hij gedaan om op te staan? Hij heeft zijn platform gebruikt. Er werd een wet ingevoerd waardoor kinderen geen gratis lunch meer kregen op school. Daarin heeft hij zich hardop uitgesproken van dit kan niet. Dit hebben die kinderen nodig. Mm-hmm. En die kinderen die kunnen nu niet eten, zeg maar. En die zei, oké, alsjeblieft, parlement, maak een U-turn. Mm-hmm. En hij is die campagne gestart en dat is succesvol geweest. Want ja, ze hebben veel aandacht voor ook. Ook in op de nationale televisie. Precies. Op de sociale media. Echt op heel veel plekken in Engeland gaf men aandacht aan de actie van Marcus Rashford. En dat is denk ik echt heel erg belangrijk dat je weet wat je podium waard is en hoe je hem inzet. Als speler van Manchester United is dat podium natuurlijk gigantisch. Precies. Zat ook voor hem een persoonlijke noot achter, toch? Ja, dat was inderdaad het onderliggende gedeelte. Zelf heeft hij inderdaad ook vroeger daar gebruik van gemaakt. En hij weet hoe belangrijk dat is. En hij zet zich voor. Het is niet de eerste keer dat hij dit doet. Hij heeft dove taal heeft hij geleerd, zeg maar, om dat publiek ook te kunnen bereiken. Hij heeft nog veel meer en veel vaker zijn podium gebruikt. En je ziet dat het gesprek naar een hoger niveau gaat. Gary Lineker en Shearer. BBC. Op de BBC. Live televisie, ook nationaal. Live televisie, kwartier lang. Inhoudelijk praten, toegeven van het is als wit persoon af en toe moeilijk om te zien wat racisme is en hoe ver dat allemaal gaat. En dat debat publiek en openlijk voeren. Ze alle wedstrijden begonnen met tekenie, zeg maar, het statement. En wat iedereen met de Black Lives Matter achter op het shirt. Precies. Elke speler uit de Premier League. Ja, en ik denk dat dit zo ongelooflijk belangrijk is en dat mensen nu een statement innemen. Want dat zorgt ervoor dat het gesprek gevoerd wordt en blijft gevoerd worden en ook inhoudelijk dieper wordt gevoerd. En tot een hoger niveau wordt gebracht natuurlijk. Precies. En dat wat je al zei, het gaat door heel Europa heen. Ja. Zag je ook in Italië. Romelu Lukaku, ook een doelpunt, deed het precies hetzelfde. En die staat vandaag groot op de voorpagina van de Gazzetta dello Sport. Dus zelfs in Italië, wat een land is waar racisme heel erg diep geworteld is, is er aandacht voor. Ja, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat we erover gaan praten en dat we dan de diepte ingaan en dan van elkaar gaan leren en dat we nu vooral even gaan luisteren. Ja. Dus wat wij luisteren naar de ervaringen van mensen die racisme ervaren en dan dat niet doen en niet de ja-maar-vraag stellen, maar zeggen, oké, dit is waar, wat kunnen we eraan doen om dit te gaan veranderen? En in sommige landen gaat dat makkelijker of beter dan in andere landen. En dat in ieder geval goed om het daar even over te hebben gehad. Dat denk ik ook. En meer dan even, om het hebben benoemd. Zeker. Voetbal.
voetbal. Ja. Serie A. Ja. Want ja. Lukaku scoorde natuurlijk. Ja. Ja, gaan we het weer over Inter hebben. Hè? Ja, oké, Willem. Eventjes. Een minuut. Een minuut. Ja. Ik ga timen, want... Ja, ja. Ja. Een minuut Serie A of een minuut Inter? Een minuut Inter. Wat vond je ervan? De eerste helft was Inter heel goed. Het was tegen Sampdoria gisteravond. Het werd 2-1, dus mijn badge van vorige week helaas net niet doorgegaan. Dat ligt niet alleen aan mij, want Lukaku had veel kansen. Eriksen speelde heel goed weer. We hadden het er vorige week al eventjes over. Hij heeft een nieuwe rol achter de spitsen. Vult hij echt uitstekend in. Ik ben fan. Hier op de redactie van FC Afkik is niet iedereen dat. Hij heeft geen karakter blijkbaar. Ik weet niet. Blijkbaar moet je een geniale voetballer zijn die geniale paasjes geeft en een geweldig schot heeft. Maar dat is voor sommige mensen niet genoeg. Het is makkelijk om kritiek op hem te hebben. En niet alleen vanuit Nederland. In Italië was dat er tijdens de coronastop ook zeker. Speelde al tegen Lazio. 20 seconden shit. Het stelde teleur. En afgelopen weekend en ook in de Coppa Italia vorige week liet hij zien dat die Inter beter gaat draaien. Wat wel ook nog interessant is om te benoemen in Italië, denk ik, is dat Napoli vorige week de beker won. Was nog voor de herstart van de Serie A. Mooi moment. Was echt prachtig. Napoli had het afgelopen jaar heel erg lastig. Toen werd Gattuso aangesteld als trainer. Ancelotti de Laan uitgestuurd. Gattuso, de nieuwe trainer. En die doet het hartstikke goed. Tijdens de coronastop verloor hij zijn zus. Niet aan het virus zelf, maar wat anders. En je zag echt op het veld dat die spelers van Napoli voor hem willen strijden. Voor hem door het vuur gingen. En dat deden ze tegen Juve. Hebben ze eerst tegen Inter gedaan, nu tegen Juve. En ze parkeerden de bus en dat deden ze fantastisch. Is hij een goede coach? Moeilijke vraag. Dankjewel. Is op veel plekken mislukt. Zat eerst bij Pisa in de Serie B. Daarna ook in Griekenland gezeten. Daarna bij Milan. In een hele lastige situatie terechtgekomen bij een club die al jaren in brand staat. Toch vijfde geworden, bijna gekwalificeerd voor de Champions League, maar ontslagen. En bij Napoli krijgt hij een nieuwe kans. En tot nu toe lijkt het erop alsof hij die kans met beide handen aangrijpt. Want hij pakt de eerste prijs. Iets wat Sarri in zijn tijd bij Napoli niet is gelukt. Dat doet hij al in een veel korter tijdsbestek. Moet het in de gaten houden. Want dit is heel opportunistisch, denk ik, om hem nu opeens tot toptrainer te bombarderen. Maar zeker iemand om in de gaten te houden. En ook qua sympathie. Want hij heeft wel de gunfactor. Dortmund wordt geen kampioen. Bayern wel. Ja. Of is kampioen geworden afgelopen week. Wonnen met 0-1 bij Werder Bremen. Afgelopen weekend gewonnen. Alles gewonnen na de COVID-stop. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, heel veel respect voor het team. En heel veel respect voor wat Flick heeft gedaan. Ja. Daar... ik denk alleen dat de grote vraag is van... Clubrecord, toch? Met Flick? Ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja. Heel knap. Maar de grote vraag is, denk ik... wie gaat dit Bayern stoppen? Ik vind het heel lastig, denk ik. Teams als Leipzig en Dortmund hebben echt super talentvolle elftallen. Alleen Dortmund heeft toch de aansluiting enorm verloren de afgelopen 5-6 jaar. Door topspelers te verkopen, veel talenten in te kopen. En ik vind het niet zo'n ambitieuze trainer die ze nu hebben. En dan denk ik dat het gewoon heel lastig wordt, ook volgend jaar voor Dortmund, om er te staan. Ik ben het hier semi mee eens. Ik vind Dortmund een van de best geleide clubs in Duitsland en ook misschien wel ter wereld, zeg maar. Wat betreft het inkopen van talent en aankoop van talenten ja. En goed financieel beleid voeren, zeg maar. Dus niet excessief geld uitgeven of in ieder geval niet onverantwoord. We waren begin 2000 of begin deze eeuw bijna failliet en daarna is het hartstikke precies goed gegaan. En daar. Over de trainer, ik zie wel bepaalde patronen terug onder deze trainer waarvan ik denk... Ja, hier zit wel heel veel potentie in hoe hij dit heeft neergezet met Witsel. En Emre Can uiteindelijk. Delaney. Dankjewel. Ja. Maar missen zij nog een soort van kampioensmentaliteit in de ploeg? Wat bijvoorbeeld Bayern wel heeft met spelers als Neuer en Boateng, die toch een aantal titels van elkaar geritst hebben. Ik vind dat zo'n term, kampioensmentaliteit, winnaarsmentaliteit. Beetje makkelijk. Ik kan daar niet zoveel mee. Wat zij vooral missen, is gewoon een topkeeper. Ze missen een topkeeper en een topcentrale verdediger. En ondertussen heeft Boerki de keeper wel verlengd. Dus gaan ze daar langer mee door. Dus wat dat betreft
is het moeilijk daar om door te selecteren. Als we kijken naar de grootste titelkandidaten van Duitsland, dan hebben we het over Red Bull Leipzig en hebben we het over Dortmund. Nou, Dortmund mist een... Naast Bayern, ja, want dat is de absolute favoriet natuurlijk. Dortmund mist een centrale verdediger, want die Akanji heeft geen inspelpaas. En als je pressend wil voetballen, heb je in ieder geval iemand nodig met een inspelpaas. En dat zag je tijdens het duel met Bayern. Bayern liet Akanji vrij. Akanji moest de hele tijd de opbouw verzorgen en dat lukte hem niet. Ja. Nou ja, topniveau in de Bundesliga hebben we even besproken. Lager op de ranglijst kijken we even naar Leverkusen, denk ik. Want Peter Bos gaat die Champions League toch wel misschien mislopen. Hoe doen ze het weer? Ik sta ernaar te kijken. Ze stonden er zo goed voor en ze lijken een beetje moe. Er was helemaal niks aan de hand. Nee. Er was helemaal niks aan de hand. Natuurlijk speelden ze veel wedstrijden achter elkaar en was daar relatief weinig rust. Alleen, je hebt zoveel kansen gehad om dit af te maken. En ja, nu verlies je inderdaad weer. Of speel je weer gelijk. Ja, Gladbach gaat er. Verliesje van Hertha. Verliesje van Hertha, inderdaad. Gladbach gaat er overheen. Ja, en dan komt het allemaal weer op die laatste wedstrijd aan. Ja, en dus hopen dat Gladbach misschien een uitglijder maakt. Niet meer in eigen hand. Maar wat je wel ziet bij Leverkusen is dat ze die intensiteit van het spel van Peter Bos niet aan lijken te kunnen. Op een basis dat ze 3 keer per week dat laten zien. Ja. Dat lukt misschien 1 keer, de 2e keer lukt het net niet. En de 3e keer, en dat zag je tegen Hertha, komt het er gewoon helemaal niet uit. En dan krijgen ze het heel lastig. Ja, want ik vind, Hebben ze ook zo'n ploeg het lastiger door de coronastop, denk je? Die echt intens hoog druk zetten. Het arbeidsethiek moet super hoog zijn om het daar voor elkaar te krijgen. Ik denk het wel. Ik denk dat Dus ja, op die vraag. En in combinatie met het feit dat je zonder publiek speelt. Dit is een team, als jij met hoge intensiteit speelt, dan is het publiek een opzwepende factor. Want het geeft extra line, waardoor je toch wel de laatste sprint maakt. Want je ziet ook, zeg maar, als je naar de statistiek kijkt, er wordt op een veel andere intensiteit gesprint. Er worden minder gesprint en op minder hoge snelheden, zeg maar. Dat is dus relatief goed terug te relateren aan het publiek. Ja, ja. En als jij een tactiek maakt waarbij sprinten ongelooflijk belangrijk is, word je opgezweept door het publiek. Het publiek, de publiek factor valt weg, dan moet je dus allemaal uit een intrinsieke motivatie komen. Ja, en een intrinsieke waarde. En als je dan inderdaad... Maar het kwalificeren voor de Champions League zou toch goed genoeg moeten zijn om jezelf te motiveren? 100%. Alleen je blijft mensen. En als het dan even niet werkt, zeg maar... En heb je niemand op de tribunes om je vooruit te stuwen, dan valt dat misschien... Dan is dat lastig om dat inderdaad vanuit jezelf altijd te kunnen opbrengen. En dat is jammer. Kijk, ik ben best wel Leverkusen fan, want ik vind... Leuke spelers. Heel leuk spelers. Peter Bos is een toptrainer. Ja, exact. Bosbal, ja. Sorry, bal heb je in Italië, ja. Bosbal heb je in Duitsland. Nee, ja, dus... En mochten ze geen Champions League halen, dan is het natuurlijk nog altijd hopen dat ze die DFB-pokaal winnen. Zeker, finale tegen Bayern. En het kan wel als Bayern natuurlijk heel erg sterk en Leverkusen de afgelopen tijd een stukje minder. Ja, maar dan spreek je toch wel gewoon van een kutseizoen. En van een troostprijs. Dan heb je een beker. En natuurlijk, de beker is niet de KNVB-beker. Dus het heeft wel iets meer waarde. Maar je wilt toch gewoon, als je jarenlang... Of als je bijna de laatste 4-5 wedstrijden bij de Champions League-ticket staat... Ja, dan. Misschien wel het leukste voetbal van Duitsland. Zo over te discussiëren. Er valt zeker over te discussiëren. Want Leipzig gaat het ook zien. Het moet ook iets leuk om naar te kijken. Als we het over rotseizoenen hebben, is dat het daar ook zeker sprake van bij Werder Bremen. Ja. Werder, vorige week nog even door ons bekeken. Volgens mij zei jij dat ze erin zouden blijven. Zei ik het ook. En jij... Play-off. Ik neem mezelf niet meer serieus. Nee. Nou, eerst een bedje. Ik mezelf woonde bedje verkeerd. Dit verkeerd. Maar jij, Jaron, bent het orakel misschien wel. Want Werder gaat misschien niet redden. Nee, Werder gaat misschien niet redden. En misschien is het nog wel knapper om even stil te staan bij Mainz. Ja, want met de Nederlanders in de selectie natuurlijk. Afgelopen weekend direct duel tussen Mainz en Werder Bremen. Won Mainz eigenlijk relatief makkelijk. Ja, en daarvoor natuurlijk al van Dortmund winnen. Ja, dat zijn gewoon hele knappe resultaten. In een momentum waarin het best wel moeilijk was, zeg maar. Ja. En je moet die laatste wedstrijden winnen en dat doe je dan. En dan speel je jezelf veilig tegen een directe concurrent, waar op een overwinning waar helemaal niks op valt af te dingen. Ja, dan denk ik dat je gewoon het seizoen heel erg goed hebt uitgespeeld. En het lukt ze elke keer weer om in de laatste fase van het seizoen door te staan. En bij Werder lukt dat niet.
Misschien ook minder gewend om tegen degradatie te vechten? Of kan je dat tegenwoordig niet meer zeggen? Ja, dat kan je, ja dat, helaas kan je dat tegenwoordig niet meer zeggen. Want ze zijn wel vaker in deze contraien. Nooit zo heel direct als nu de hele tijd op plek, plek 17 staan. Samen zeg met maar. HSV destijds enorm afgezakt. Telkens in plek 15, 16 geëindigd. Nee, ja, dus wat dat betreft, er is natuurlijk nog wel een kans. Düsseldorf verliest en Werder wint, dan pakken ze alsnog die playoff plek. Laatste speelweekend, aankomende zaterdag om 15:30. Zeker nog iets om naar te kijken, denk ik. Ja, want dit is echt gigantisch spannend. Dat gaan we maar Jeroen, komt Werder met de kwaliteiten die ze in de selectie hebben eigenlijk ook niet tekort om zich direct te handhaven? Nee. Want dat is wel heel erg beperkt. Ja, maar je hebt wel een betere selectie dan Düsseldorf. Je hebt een betere selectie dan Paderborn. En dan Mainz misschien ook wel gewoon. De Mainz, Augsburg. Ja. Je hebt nog gewoon echt wel genoeg kwaliteit erin zitten. Dus het centrale duo vind ik echt verschrikkelijk. Daar zit geen snelheid in. Mooi Sander. Ja. Dat heeft een draaischijf. Daar wordt de gemiddelde vrachtwagen jaloers op. Mainz dus knap gehandhaafd. Werder Bremen moet er nog alles aan doen om erin te blijven. Ik noemde net al even HSV. Wat is daar allemaal gebeurd afgelopen weekend? HSV, zoals er eigenlijk wordt gezegd, Leeds, Poelingen, Leeds. Zoals het HSV, Poelingen, HSV. Ze stonden afgelopen weekend moesten tegen Heidenheim. Was HSV nummer 3 tegen Heidenheim nummer 4. Tot in de 80e minuut zat HSV met 1-0 voor. Heidenheim maakte 1-1 in de absolute slotfase. 96e minuut komt Heidenheim nog op 2-1. Laatste balcontact. Die wisselen nu ook direct van Stuiver met HSV eigenlijk. HSV naar plek 4, Heidenheim naar plek 3. Ja. Wat houdt dat precies in? Nou, dat houdt in dat die eerste twee plekken in de Zweedse Bundesliga geven eigenlijk recht op directe promotie. En die derde plek op een play-off ticket. Eigenlijk hè, als voetballiefhebber en als Duits voetballiefhebber hoop je dat Werder eigenlijk nog een klein wondertje kan bewerkstelligen door 16 te worden. En heb je Werder tegen HSV in de HSV, dan is wel... Als HSV naar plek 3 gaat. Ja, dus. En al moet ik zeggen, het schema ziet er op zich wel goed uit. Want hun directe concurrent, dus Heidenheim, die moeten naar de kampioen, naar Arminia Bielefeld. Dus het is eigenlijk te hopen dat zij hun sportieve plicht willen doen. Wel al uitgespeeld natuurlijk. Uitgespeeld en echt dramatisch gespeeld na de COVID. Stop. Het is dat Stuttgart en HSV niet wilden promoveren. Ja, die deden alles aan. Bielefeld heeft volgens mij ook nagenoeg geen punten gepakt. Dus. Ze pakken allemaal geen punten meer. Ja. Want HSV heeft bizar vaak de overwinning in de slotfase weggegeven over het gelijke spel. Sinds COVID ook al. Ja, niet normaal. Nou ja, en wat dat betreft moet HSV wel thuis tegen Sandhausen. Dus dat zou nog wel, volgens mij staat Sandhausen tussen de 12e en de 14e plek. Dus dat is nog wel een te winnen wedstrijd. Ja, maar Jaron, we zitten hier natuurlijk om alle vier de grote competities te bespreken. Dan gaan we Spanje niet overslaan. Absoluut niet zelfs. Daar werd ook afgelopen weken veel gevoetbald. Wat was daar opvallend? Ja, het is natuurlijk een volle week. Er zijn 3 wedstrijden geweest in de afgelopen 7 dagen. Ja, ik heb het shirt van Atleti aan. Ja, waarom? Ja, staat er iets achterop? Nee, er staat niks achterop. Nee, maar als ik iets achterop zou moeten zetten, zou dat jouw verlies zijn. Ja, de speler die het aan het begin bij Atletico vrij moeilijk had, denk ik. Kwam voor 120 miljoen over van Benfica. Ik kwam er niet helemaal lekker in bij Atleti. Ik vind lijkt zich wel een beetje te ontpoppen misschien. Ik vind het een beetje moeilijk. Ik denk dat het meer met prijskaartjes te maken had dan met zijn prestatie op het veld. Ik vond hem eigenlijk van het begin af aan, bracht hij al een extra sausje wat Atleti heel erg miste. Stel, hij was voor 30 miljoen gekocht. Hadden we dan gezegd dat hij het uitstekend had gedaan? Dan had je nu gezegd van... Jezus, wat een geweldig talent heeft Atleti binnengehaald. Dus dat is de pers geweest die er misschien een kaarsje aan heeft gehangen? Ik denk dat je dat niet los van elkaar moet zien. Dat ligt in de lijn met elkaar. Maar dit is een uniek talent. Ja, je betaalt 120 miljoen. Dus dan wil je inderdaad ook een uniek talent. Maar het is ook hetgeen wat Atleti heel erg miste. Dat stukje creativiteit in het einde van de avond. Weet je, de swing misschien wel, hè? Precies, de rol die, Griezmann had, zeg maar. Ja. Die neemt hij foutloos over, denk ik. En een jongen van 19 jaar die al dit en zo zijn stempel kan drukken. Midweeks speelde hij natuurlijk een fantastische wedstrijd tegen Osasuna. Die ze met 0-5 wonnen. Precies. Waarin hij echt heel sterk voor de dag kwam, hè? Ja, zeker. In het begin van de wedstrijd... Nam die team bij de hand. En mag dat doelpunt in de eerste helft. Precies. Ook de afgelopen wedstrijd weer gelijk weer daar staan. En ik denk dat je met een speler dat jou verlies. Je hebt er nu 120 miljoen voor betaald. Maar
dat bedrag krijgen, ga je er dubbel en dwars uit krijgen. Als jij twee, drie goede aankopen doet, een echt goede spits, dus geen Morata of Diego Costa, dan ben je heel dichtbij een kampioensteam. Zeker als je kijkt naar Barcelona en Real Madrid. Mooi bruggetje weer, denk ik. Want die hebben het de afgelopen tijd, vooral Barcelona, een beetje moeilijk. Ook weinig creativiteit. Frenkie de Jong viel weg met een blessure. Gaat ook de komende weken missen. En dat komt toch terug, hè, in het spel van Barcelona. Dat ze niet goed tussen de linies kunnen spelen. Ja, het is heel erg hopen op een bevlieging van Messi. En als die bevlieging er is, ja, dan heb je gewoon een hele goede kans op een goed resultaat. Ja. Maar verdedigend zit het eigenlijk al het hele seizoen niet goed in elkaar. Okay. Ze geven daar veel weg, veel ruimtes weg, krijgen onnodige goals tegen. Maar ook aanvallend niet, toch? Want er zit weinig diepte in het spel. Dat zag je tegen Sevilla afgelopen weekend, waar Sevilla redelijk verdedigend voor de dag kwam. Barça er niet doorheen kon combineren. En dan merk je dat die diepte ontbreekt. Hè. Ze hebben niemand die de achterlijn kan halen. Ja, dat is misschien een cliché, maar Dembele is gebaseerd. Het is veel in de bal bewegen, dus het is wel redelijk terecht wat je zegt. En dan is het wel belangrijk dat als je veel mensen hebt die in de bal komen, dat je spelers hebt die er overheen gaan. Ja. En of dat dan de back is of een buitenspeler, dat die maakt niet zo. Die paas kan geven, precies, waardoor je doorheen komt. En dat lukt niet. Er zit geen snelheid in het spel en daardoor wordt voorspelbaar. En de enige ingrediënten die niet voorspelbaar zijn, zijn Suarez en Messi. En als zij dan net niet de ruimte hebben of niet lekker helemaal in de wedstrijd zitten, dan wordt het heel erg moeilijk. Is Real Madrid dan de titelfavoriet? Voor mij wel. Ja, want die wonnen wel afgelopen week tegen Valencia. Gisteravond ook bezoek bij Real Sociedad. Ja. Vrij discutabel, mag ik dat zeggen? Ja, ze hebben nu natuurlijk tegen Valencia met Maxi Rodriguez. Ja. Die stond in de baan van het schot van van een paas en Rodrigo scoorde uiteindelijk. Rodrigo scoorde, precies. En eigenlijk een vergelijk, en die goal werd afgekeurd door de VAR. Waarbij, laten we even bij die wedstrijd beginnen. Raakte hij de bal aan? Dat is de vraag. Nou ja, nee, maar dus de brainatie was, hij stond in de baan van het schot. Ja. Schot? ja. Dit doet dat met mijn emoties. Ja. Hij stond in de baan van het schot en daardoor werd de goal afgekeurd. En eigenlijk een identieke situatie gisteren bij de goal van Januzaj. Ja, precies. Scheidsrechter naar de kant kijken en die goal van Januzaj wordt afgekeurd. Al dan niet de hensbal van Karim Benzema, die de bal eigenlijk, hier kan het aanwijzen, raakt. Kan je misschien wel als hensbal beschouwen. Als jij net die goal hebt afgekeurd van Januzaj, waarbij er dus wel echt wel wat discutabel moment is, zeg maar, zou ik het niet heel gek hebben gevonden als je die goal van Benzema ook afkeurt. En is dat dan dat Real wordt bevoordeeld, bewust of onbewust? Of is het gewoon wat geluk dat ze de afgelopen weken hebben? Als je het aan een centrale verdediger vraagt die in de clubkleuren van Barcelona speelt en onder de naam Piqué valt, dan is dat absoluut het bevooroordelen van Real Madrid. Ik denk wel dat je als topclub meer profijt hebt, maar dat heeft Barcelona ook. Dus op een andere manier misschien. Precies. Dus ik vind het makkelijk om. Zeg maar, ik denk, als je als Osasuna bent, kun je dat eerder zeggen dan dat je dat als Barcelona bent. Maar als je nu je geld zou moeten zetten op een van de twee als kampioen, zou het de Real zijn. Real Madrid. Net wat stabieler. Een Benzema in topvorm. En Casemiro, een van de beste nummer 6 ter wereld. Die zorgt dat het middenveld goed staat. Ja, voor mij is gewoon net meer stabiel. Hetzelfde voor mij, hoor. Ja, en met Barça zie je gewoon dat ze die puzzelstukjes niet op de goede plek hebben weten te leggen. En dat er wat aan ontbreekt. Waar er ook wat aan ontbreekt is bij Real Betis. Want daar is heel veel geïnvesteerd. Veel interessante spelers gehaald. Ik noem een William Carvalho. Ik noem een Nabil Fekir. En toch lukt het bij Betis niet om indruk te maken. En ze ontsloegen hun trainer afgelopen weekend. Ja, het is Betis zit in mijn hart. Op welke manier? Ja, vroeger met voetbalmanager was dit een van de eerste teams die ik naar succes heb gebracht. Champions League winst. Ik kan mijn gezicht niet meer zomaar Sevilla laten zien, zeg maar. Ja. Dus hola, Garon, hola. En ik zeg rustig aan, mensen. Dat komt wel weer een keer En dan terug. Ga je in de VIP-lounge zitten en dan zit je daar lekker te kijken. Precies. Maar dit seizoen, als je er zat in de VIP-lounge, weinig te genieten. We zijn niet blij. Nee. En volledig terecht. Er is om en nabij 100 miljoen uitgegeven. Spelers die het, in mijn optiek niet echt waarmaken. Borja Iglesias, waar 28 miljoen voor betaald is. Een redelijk middelmatige spits van Espanyol. Fekir, geweldige aankoop. En is ook de enige. Bizar dat hij naar Betis ging, eigenlijk. Ja.
Ja, maar dat ja en nee, want het zegt ook wel een beetje over, wat over het hele project waar Real Betis mee bezig is. Hm. En die willen wel echt de weg omhoog vinden. Maar wat ontbreekt er dan aan? Verdedigend. Verdedigend is het echt heel erg zwak. Ze hebben met name op het middenveld en in de aanval geïnvesteerd. En daar zit ook wel de nodige creativiteit. En daar ze hebben 40 goals gemaakt. Dus dat is voor middenmotor plus, zeg maar. Dat is rond de Europa plek. Europa League plekken. Nou, dankjewel dat jij ook mijn Nederlands bij helpt. Ja, zeker. Daar zit ik hier voor. Ja, toch? Ja, het wordt gewoon elkaar lekker aan op deze manier. Maar verdedigend. Ze hebben iets van 48 tegengoals. Dat is de derde slechtste in La Liga. En daar zit gewoon niet heel veel spannend. Slechte keeper. Slechte trainers. Als we daar toch even naar kijken. Die trainer, Ruby, die de laan uit is gestuurd, die houdt het nergens langer dan een jaar vol. Wat dat betreft is het bizar dat hij is aangesteld, toch? Ja, ik kan me ook niet zo. Ik kan ook niet heel erg goed het argument bedenken waarom hij dan weer degene moet zijn die een team waar 100 miljoen in is geïnvesteerd naar een hogere plek moet loodsen. Ja, dat is allemaal vrij typisch en ook vrij typisch beleid wat er dan gevoerd wordt. En ik denk dat als jij een interessante en wat spannendere trainer voor deze groep zet, dan ga je veel meer uit dit team halen. Ja. Want qua kwaliteit, denk ik oprecht, ook met dit team, dus ook met deze verdediging, kan jij rond plek 6 tot en met 4 meespelen. En dit jaar kan je er niks meer mee behalen. Het is klaar. Dus is klaar. Focus op volgend seizoen, misschien weer wat investeren. Goede trainer aanstellen, die ze ook tijdens de voorbereiding kan klaarstomen voor het seizoen. En dan gaan we misschien zien waar Real Betis echt toe Ja, ik hoop dat alle aanvallende jongens die erin zitten, Lainez, Canales. Lainez kennen we nog hier in Nederland. Ja, maar die wordt een beetje ondersneeuwd, zeg maar. Van, hij laat het niet zien, maar de paar wedstrijden dat hij speelt, nou ja, vind ik het wel echt een heel groot talent. Tuurlijk, hij heeft nog tijd nodig, maar wel een speler om echt in de gaten te houden. En inderdaad, ook wel het talent wat hem toen bij Ajax werd toegedicht, denk ik dat die ook echt wel een keer gaat waarmaken. En met een juiste trainer en een juiste aanvallende filosofie, want dat past vooral bij Betis, denk ik dat we volgend jaar een nieuwe, in ieder geval Europa League kandidaat hebben, misschien zelfs een Champions League kandidaat. Ook in Engeland wordt weer gevoetbald. Eindelijk! En eigenlijk waren de alle ogen gericht op Liverpool. Liverpool dat weer voor het eerst in zo'n lange tijd kampioen kon worden. Het gebeurde niet. Het kon twee wedstrijden. Deze wedstrijd winnen tegen Everton en dan uiteindelijk kampioen worden bij Crystal Palace. Maar het gebeurde weer precies hetzelfde als vorig jaar. 0-0. Daar verloren ze destijds de titel. Ja. Ik denk niet dat het zo heftig zal zijn dit jaar, maar dit keer pakten ze hem niet. Maar dat gaat uiteindelijk nog wel gebeuren natuurlijk. Iemand die alles weet over de druk in de stad en over Liverpool zelf is Sander Westerveld. Sander, goedemiddag. Alles goed? Goedemiddag, heren. Ja, zelfs na de wedstrijd van gisteren gaat het eigenlijk nog goed. Ik werd gisteren voor de wedstrijd wakker en toen had ik gedroomd dat we gingen verliezen tegen Everton. En ik dacht, naar Crystal Palace, misschien als ze die verliezen dan tegen Manchester City. Maar ja, dan staan we nog 18 punten voor. Dus dat, dit gaat niet meer fout. Het is meer een kwestie van tijd. Je kunt het toch niet met de thuisfans vieren. Dus nou ja, goed. Of we nou deze week of volgende week kampioen worden, we worden in ieder geval kampioen. Hoe is dat gevoel van Liverpool voor Liverpool te spelen en uiteindelijk ook voor Liverpool een prijs te pakken? Dat heb je natuurlijk ook mogen meemaken. Ja, nou goed, ik heb het vaak genoeg gezegd. Kijk, als je als jonge jongen opgroeit. In mijn tijd, ik ben van 74, dus toen ik een jaar of 10 was, toen was het Liverpool natuurlijk die in Engeland alle prijzen won. Alle leagues en Champions Leagues. En dat was mijn club. En als je dan later de kans hebt om voor zo'n club te voetballen, dat was je droomclub. En helemaal als je dan historisch ruikt, prijzen wint. Ja, dat is echt. Ja, het mooiste moment van. Het is echt een droom die echt werkelijk uitkomt, natuurlijk. Als je als kleine jongen daarvan droomt en het komt allemaal uit. Ja, dat is het mooiste wat er is. Je hebt het nog over als het over Liverpool gaat. Kijk je dan ook echt als fan naar die wedstrijden? Ja, en ik heb het echt niet alleen nu en de laatste paar jaar. Ik heb het al sinds ik weg ben eigenlijk. Wat ik al eerder zei, het is niet een club waar ik gevoetbald heb, maar het was echt mijn droomclub van vroeger al. En ik heb een aantal clubs in de wereld. Ook op basis van voetbal, de dream team van Barcelona van vroeger. Toen werd Barcelona ook mijn club, AC Milan in Italië en Liverpool was altijd mijn club in Engeland. Dus dat is altijd wij geworden en gebleven. En
Ja, goed, het is echt een speciale club die ik nog steeds een heel groot stuk gedeelte in mijn hart heb. En ja, als je dan 30 jaar niet de titel wint, ja, dan kun je er tussendoor wel de FA Cup en de Champions League winnen. Maar ja, de beste clubs van de wereld, die moeten natuurlijk ook landskampioen worden. En ja, die druk kwam elk jaar weer terug, want ja, nu moeten we de titel winnen. En ja, die druk is heel groot geweest, ja, tot dit jaar. En nou weten we gewoon dat ze gaan het halen. We gaan het halen. En ja, dus eindelijk is in ieder geval die druk van de schouders van de spelers. En ze kunnen ook voor de toekomst nou in ieder geval op een andere manier die wedstrijden beleven. Hoe kijk je naar dit Liverpool van nu, zeg maar, wat best wel een ander Liverpool is dan het Liverpool waar jij in speelde? Zeg maar, tactisch ook en qua snelheid en een van, ja, dan wel het beste team van de wereld. Ja, en zo kijk ik er ook naartoe. En, het is op dit moment denk ik, en misschien ook als je de laatste paar jaren ziet, je hebt speciale elftallen gehad. De tiki-taka met de Guardiola van Barcelona. En ik denk dat dit Liverpool, ja, nou goed, Manchester City heeft... Na zo'n sensationeel jaar van Liverpool vorig jaar had Man City gewoon één puntje meer nog. Dus die hadden nog een beter jaar. Alleen als je het elftal ziet en de manier van voetbal, hoe ze spelen, is het gewoon één groot spektakel. Gisteren kon je dat niet terugzien. Maar normaal gesproken, ja, ze zetten hoge druk. Het is veel doelpunten, veel wedstrijden ook op een onmogelijke manier. Een comeback gemaakt, vlak voor tijd wedstrijden beslissen. Ik denk dat ze op dit moment in balans zijn. Ze hebben op elke positie hebben ze eigenlijk een van de beste spelers van de wereld. En dat is het verschil met vroeger. Toen hadden we misschien de beste spitsen, zoals Suarez, Torres, die topscorer van Engeland werden. Alleen toen hadden we geen goede verdediging. We hadden een Steven Gerrard op het middenveld, misschien een van de beste van de wereld. En toen hadden we weer geen spits. En nu hebben we een keeper die punten pakt. En spitsen die topscorer worden. En een middenveld dat gewoon mee kan met de beste van de wereld. En op elke positie hebben we gewoon spelers staan die top zijn. En dat is heel belangrijk. Dus op dit moment is het denk ik even... Goed, ik kan wel zeggen dat dit het beste elftal is van Liverpool ooit, denk ik. Ja, alles rondom de club. Dat komt eigenlijk door Klopp. En het is heel belangrijk dat je die titel wint in de Champions League van vorig jaar. En daarmee trek je natuurlijk grote spelers aan ook. Op dit moment, daar hebben we gezien een Timo Werner. Die niet alleen van Chelsea kiest, maar het was ook meer dat Liverpool gewoon niet zoveel geld wilde uitgeven aan een speler zoals hij. Omdat hij is niet beter dan de spelers die ze nu hebben. Ja. En in de toekomst, als er een speler... er is op dit moment ook geen speler die zomaar ergens anders naartoe gaat. Ik denk dat Salah gewoon op zijn plek zit. En Alisson ook. En die hoeven niet meer naar Real Madrid of naar Barcelona om toch prijzen te winnen. Dus die blijven allemaal wat langer. Dus ik denk, en ik zie dat, ik denk hoe lang Klopp blijft, die heeft net weer bijgetekend voor 5 jaar. Ik denk dat het voor de toekomst echt wel goed zit met Liverpool. Let je dan ook met name op Alisson? Uiteraard. En je hebt goede keepers en je hebt speciale keepers. En we hebben denk ik over de laatste jaren hebben we hele goede keepers gehad. Maar Alisson is een goede keeper die gewoon op beslissende momenten gewoon match-winning saves maakt. En hij heeft echt een geweldige stijl. Hij is een hele complete keeper eigenlijk. Het is echt een beest dat in de goal staat. Daar hou ik ook wel van. En dus eigenlijk heeft hij alles waar ik... in principe als je de perfecte keeper hebt... Of een profiel maakt van de perfecte keeper... Dan tikt hij bijna elk puntje aan. En wat ik zeg, het is heel belangrijk dat je... Dat zie je ook aan keepers links en rechts. Als je De Gea ziet die nou weer bekritiseerd wordt. Een geweldige keeper van mij. Die ongelofelijke reddingen maakt. En heel lang heel belangrijk is geweest voor Manchester United. Maar nou toch wel fouten maakt. Waardoor je wedstrijden verliest. Hartstikke mooi. Dankjewel Sander. We gaan zeker aankomende weken nog naar Liverpool kijken. En hopelijk genieten van spelers als Salah, Mané. Is de beste ploeg ter wereld, denk je? Ja, op dit moment wel. Ja? Ja, ik geniet heel erg van hoe Liverpool speelt, de tactiek van Liverpool en alles wat daarbij zit. Ik zet voor dit zo'n team zet ik mijn tv aan, want je wordt eigenlijk altijd wel vermaakt. Natuurlijk de laatste... Of gisteravond al, want die wedstrijd was eigenlijk niet om aan te zien. 0-0 tegen Everton. De laatste 4-5 wedstrijden was dat inderdaad een stukje minder. Maar als je kijkt over de afgelopen 2 seizoenen, is dit voor mij het team waar ik het liefst naar kijk. Jij nog wat andere duels gekeken uit de Premier League afgelopen weekend? Ja, zeker. Afgelopen week, want er werd ook midweekse voetbal. Ja, het Premier League geweld is weer losgebarsten. Arsenal, even gepakt. Verbazingwekkend. Echt verbazingwekkend. Allebei de duels van Arsenal gekeken.
En vooral de allereerste natuurlijk uit bij City. David Luiz, wat een topper, hè? Maar hoe kan het dat hij nog in de basis staat bij een voormalig topploeg als Arsenal? Want elke keer als ik Arsenal kijk, en ik zal eerlijk toegeven, dat is niet elke week. Maar elke keer als ik kijk en hij speelt, bakt hij er echt helemaal niks van. Nou ja, ik denk dat dat een vraag is die... De vraag stellen is een antwoord bij. Ja, waar jij niet de enige in bent waarom er geen antwoord is. Het is gewoon, nou ja, waar we het ook wel vaak over hadden, niet een heel erg gebalanceerd team. En, is het nog een topclub? Qua naam wel, qua team niet. Nee. Ze leunen gewoon te veel op het verleden. En ik vind op zich met Arteta, die veel jonge jongens de kans geeft, waar echt wel wat talenten tussen zitten, vind ik op zich een positieve ontwikkeling. Maar als je dan ook weer kijkt tegen Brighton, die ze dan in de laatste minuut verliezen. En worden afgebluft door de spits. Ja. Maupay. Maupay, inderdaad. Goede goal. Dat was voor mij ook degene die in de botsing kwam met... Met de keeper, met Leno. Die daarbij... Leno was niet blij. Nee. Maar niet een overtreding waarvan je zegt, dit is echt een smerige actie. Zou ik zeggen. Ongelukkig. Ja. Ongelukkig. Hij laat zijn been wel een beetje staan. Ik snap wel de reactie van Leno, omdat het waarschijnlijk echt een zware blessure is. Want dat voel je als voetballer. Het was een onnodig duwtje ook van Maupay, denk ik. Dat. En maar ja, uiteindelijk kon er nog een kleine schermutseling... Na het einde van de wedstrijd tussen Guendouzi en Maupay. Spuisje, rode kaart waard nog? Ja, vind ik minder interessant. Nee, maar in ieder geval, Maupay ging daar dan weer overheen. Ja. Van, ze moeten misschien wat minder praten en gewoon hun voeten laten spreken. Waar ik altijd fan van ben, als spelers dat zeggen. Zeker. Zeker als je net de winnende hebt gemaakt in de allerlaatste seconde. Is het lekker om het zo te vieren. Verder nog niet heel veel opvallende dingen in de Premier League gebeurd, denk ik. Chelsea. Wonnen bij Aston Villa. Goed herpakt. Ja. Even kijken, Manchester United natuurlijk. Bruno Fernandes vond ik echt weer heel erg goed. Tegen Tottenham. Tegen Tottenham over, inderdaad. Ja. Pogba viel goed in. Had een mooie actie, versierde een pingel. Wel een hartstikke mooi duo hebben ze staan daar bij Manchester. Als Pogba weer iets van zijn vorm kan terugvinden. Want Pogba is nog steeds gewoon een van de beste middenvelders ter wereld. Lang geblesseerd geweest wel. En uit de gratie geraakt. Niet heel erg fijn met Manchester United. Maar als je gewoon puur kijkt naar de voetballer. Nou ja, en je kan straks een middenvelder opzetten met McTominay, Pogba en Bruno Fernandes. Is de balans ook best prima. Precies. En dat zag je ook. Zeg maar, er zit wel dynamiek in. Er zit wel, ze voelen elkaar aan. Er zit snelheid in dat voetbal. Ik ben best wel benieuwd naar het project Manchester United. Want het krijgt voor mij steeds meer vorm. En het wordt steeds positiever allemaal. Dus dat is echt een team wat ik de komende weken in de gaten ga houden. En kijken of ze inderdaad het seizoen op een hele positieve manier kunnen eigenlijk. En ze misschien voor de Champions League nog kunnen kwalificeren. Ik zie hun wel als een van de voornaamste kandidaten, ja. Wat ook nog wel even interessant is om te benoemen, denk ik, is een heel opvallend debuut in de Premier League van een Nederlander. Cicero. Ja, Sivkovic. Wat een bizar verhaal is dat, hè? Ja, ze hebben een gokje gewaagd, die jongen uit... Sheffield United hebben we natuurlijk United over. Heeft een gokje gewaagd. Die heeft deze jongen voor 1, 2 miljoen overgehaald uit de Chinese tweede divisie. Ja. En nu is het debuut gemaakt. Heel erg tof, denk ik. Speelde even kort bij Sheffield United. Want je moet Sheffield United zeggen. Je mag geen Sheffield zeggen. Dat zijn de voetbalprincipes in Engeland. Daar houden wij ons netjes aan als FC Buitenland. Altijd even wennen. Wat het wel hartstikke goed doet, hè, dit seizoen, Sheffield United. Ja, heel erg top. We hadden nog bijna een overwinning gestolen. Ja. De eerste Premier League wedstrijd na de hervatting. Bij Aston Villa. Precies. Wat daar gebeurde was eigenlijk heel bizar. Vrije trap vanaf de linkerkant. Bal draait in. En de keeper van Villa die valt met bal en al het net in. Lijkt tenminste. Ja. Het horloge van de scheidsrechter gaat niet af. Dus telt het doelpunt niet. Zat hij erin, denk je? Op basis van mijn ogen en alles wat ik gezien heb, ja. Boven de technologie. Boven de technologie, ja. Bij Sheffield United natuurlijk allemaal hartstikke boos. Hebben ze er zelfs een statement over naar buiten gebracht. Is het laatste woord denk ik nog niet over gezegd. Want ze hebben die punten hartstikke hard nodig om... Nou ja, niet om tegen degradatie te vechten. Maar om zich voor de Champions League te kwalificeren. Europa League, Champions League plekken. Ja, het is een foutmarge volgens mij van 0,0001. Maar ja, 0,0001 is wel een foutmarge. Fout, dus dat kan een keer fout gaan. Het zou niet de eerste keer zijn dat we dat hebben gezien. Heel vervelend, maar ja, niet meer dan dat in mijn optiek. We hebben veel voetbal gekeken natuurlijk, maar zoals wij zijn, chauvinisten, hebben we ook een beetje gelet op alle Nederlanders. En Willem,
Wie was voor jou de Nederlander van de week? Heb hem niet benoemd aan het begin, expres eigenlijk, om hem nog hier even te kunnen belichten. Sofyan Amrabat van Verona kwam daar aan het begin van het seizoen, wordt gehuurd van Club Brugge. En niemand had daar verwacht dat hij het goed zou doen. Maar ondertussen is hij daar de absolute sterspeler. Is hij alweer gekocht van Club Brugge en weer verkocht. Volgend jaar speelt hij bij Fiorentina. Maar ik zat te kijken naar Verona tegen Cagliari. Wie kijkt er naar, maar iemand moet het doen. Ik zet hem even aan. En Amrabat was echt fantastisch. Hield de bal goed vast, een paar goede dribbles. En laat echt zien dat hij die stap omhoog kan maken. Dus wat mij betreft, de Nederlander van de week heeft natuurlijk voor Marokko gekozen. Maar we zijn hier chauvinistisch, dus we trekken het een beetje naar ons toe. Zijn wij. En over naar ons toe trekken gesproken. Want jij hebt een Nederlander die eigenlijk misschien niet eens een Nederlander is, hè, als Nederlander van de week. Wist jij dat hij een Nederlandse moeder heeft? Ik heb daar nog nooit over gehoord. Nee. Oh. Nee. Wie is dit? Ja, Marco Asensio Willems. Van Real Madrid. Ja. Nee. Schijnt dat hij veel pindakaas uit. Die van het broodje pindakaas smeren naar het juichen. Die had dus ook voor Nederland kunnen kiezen, maar dat hebben we hebben zitten slapen, joh. Danny Blind heeft met hem gesproken, hè, schijnt. Ja, dat is echt... Nee, waarom is hij Nederlander van de week, wat jou betreft? Ik vind dat je zo'n speler, die moet je... Die wil je zien. Als je een voetballiefhebber bent, dan zet je de tv aan als je Marco Asensio Willems op je beeldscherm ziet. En hij is een jaar oud geweest. En hij maakte zijn rentree. En binnen 5 minuten had hij al een geweldige goal. Binnen 1 minuut misschien zelfs. Ja, misschien was het wel zijn eerste balcontact. Schoot hem er gelijk in. Een heerlijke volley die hij Valencia vorige week donderdagavond. Hij gooide daarmee ook gelijk de wedstrijd op slot. En dat is ook echt een beetje wat Real Madrid miste. Op de rechterflank, waar Bill eigenlijk niet echt meer staat. Vinicius, nog maar wel een jong. Maar dit is toch dat extra creativiteit. Iemand die een doelpunt kan maken, wat extra creativiteit, misschien een actie heeft. Een assist, een goal vanuit het niets iets kan beslissen. Maar fit is hij nog niet. Nou, hij is nog niet helemaal daar, maar ik ben gewoon heel erg blij dat hij weer op de velden staat. En gelijk scoort natuurlijk. En gelijk scoort. Dus daarom is hij mijn Nederlander van de week. Heb jij een halve Nederlander of een echte Nederlander? Nee, ik heb volledig zitten genieten van Steven Bergwijn. Ja. Ik vind het überhaupt heel knap als een winter aankoop vanuit de Eredivisie binnenkomen in de Premier League. Maakt de stap van de PSV naar Tottenham Hotspur natuurlijk. Ja. Gaat van Ernest Faber naar José Mourinho eigenlijk als coach. En heeft eigenlijk tot nu toe gewoon heel positief verrast. Heeft 3 keer gescoord ook. Niet tegen de minste op zijn debuut tegen City, tegen United nu en ook tegen Wolves. Allemaal ploegen uit top 6. En hij viel mij gewoon heel erg positief op. Deed het op het randje van buitenspel was, deed het klaar om weggestoken te worden. Je actie of een fout van Maguire? Je kan er zeker zeggen dat Maguire er niet heel lekker bij zat. Hij heeft wel die hele vervelende versnelling, wat zeker voor een iets tragere verdediger als Maguire gewoon niet prettig is. Maar het ziet er natuurlijk nooit lekker uit dat als je als verdediger die voor zoveel geld is gekomen, dat je zo'n genante draaicirkel eigenlijk hebt. Genante, niet overdrijven, Armin. Het was geen gezicht. Hij werd afgemaakt door Roy Keane, hè? Op de televisie. Kijk, tuurlijk, hij stapt daar verkeerd in. Maar je kan ook zeggen van De Gea kan hem ook hebben. Nee, tuurlijk. Hij begint de aanval ongeveer op zijn middenlijn. Waar hij met 1 beweging 2 man weg instappen. Dus ik vind het makkelijk om dat alleen maar op Maguire te gooien. Ik ben het helemaal met je eens, hoor. Gooi het op Bergwijn, de Nederlander van de week. Ja, dat is waar. Toch? Hey, ja, excuus. Van Steven Bergwijn. Ik ben blij dat jij erbij zit. En heb jij een andere Nederlander van de week? Laat het dan even weten hier in de comments beneden. Of op Twitter. Kan ook op Instagram. Want wij weten veel van voetbal. Maar misschien weet jij wel veel meer. Vorige week koos ik een speler uit waar we naar moeten kijken de komende periode. Dat was Brescia middenvelder Sandro Tonali. Nog niet in actie gekomen, maar blijf kijken en ga die wedstrijden aanzetten. Deze week heb jij iemand uitgekozen. Ja, Lucas Ocampos. Waarom? Argentijns rechts en links buiten. Waarom? Dit seizoen is hij overgekomen van Marseille voor 15 miljoen. En is altijd eigenlijk al een heel groot talent geweest. Alleen het kwam er nooit echt uit. Vrij grillig. Op en af, zeg maar. De ene week fantastisch. Daarna kon je hem opstellen, maar zag je niks. En dit seizoen heeft hij eigenlijk een soort van in dat nieuwe team van Sevilla, waar er... Superveel aankopen geweest. Precies. Is hij eigenlijk de sterspeler? Hij is de belangrijkste man geworden. Hij is tweebenig. Speelt vaak hangend vanaf rechts, maar kan ook vanaf links spelen. Zijn favoriete positie is toch wel vanaf rechts. En doet het daar eigenlijk uitstekend. Werd door Siert de Vos ook als een van de beste spelers van La Liga bestempeld.
daarmee eens? Als Siert wat zegt, dan moet je... El Siert, hè? El Siert, ja. Ik ben als restaurants geweest, nog nooit slecht gegeten. Dus dan zal dit ook wel waar zijn. Ja. Nee, zonder gekheid. Ja, hij is gewoon echt een hele goede voetballer. 25 jaar, lijkt ze vorm nu echt hebben gevonden. Want hij is nu al constant, zeg maar. Dat getuigen ook de 11 goals die hij al gemaakt heeft en 3 assists. En dit is een speler die... ik hoop gewoon dat hij dit seizoen nog blijft bij Sevilla. En dat hij dan echt nog een keer zo'n seizoen kan laten zien. En dan een keer die stap gaan maken. Precies, want is het niet wat opportunistisch misschien? Want hij is toch wel een beetje mislukt misschien. In Italië bij Milan gezeten, bij Genoa gezeten. Bij Marseille deed hij het oké, maar was hij ook niet fantastisch. Bij Monaco tussendoor. Exact. Is hij dan al rijp voor een echte topclub, denk je? Voor mij niet, op dit moment niet. Nee. Die Pablo Sarabia, die toen naar Paris Saint-Germain ging. Hij doet me een beetje denken aan... hem qua niveau van speler, die kan uiteindelijk wel de stap maken naar de absolute topclub. Nu bij de subtopper de sterspeler en dan uiteindelijk misschien over een jaar of twee. Precies. Maar wat ik hoop is dat hij gewoon nog 1, misschien zelfs 2 jaar bij Sevilla blijft. Daar uitgroeit tot de onbetwiste vaste rechtsbuiten die ieder jaar 15 goals maakt. En dan wil ik hem inderdaad op... Waar ligt zijn top? Nou, dat hangt voor mij heel erg af van, kan hij dit constant houden? Kan hij dit nog een seizoen doen? Want als dat zo is, dan gedijt hij bijvoorbeeld heel goed in Spanje. En dan ben ik wel benieuwd of hij inderdaad een keer naar de absolute top kan. Club? Oeh. Als je er 1 moet kiezen? Oeh. En dan wel pas over 2 jaar natuurlijk. Ja, dat nu is een goede vraag, terechte vraag. Ja, misschien Manchester United. Die kan wel wat grilligheid gebruiken op de vleugels en wat... wat spannenders, maar niet op dit moment. Maar als hij inderdaad die vorm kan doorzetten, dan is hij wel het type speler wat Manchester United op de rechterflank mist. En Sevilla speelt de komende weken nog heel veel duels. Dus kijkers, zet Sevilla aan, ga kijken. Maar er zijn nog veel meer voetbalgeweld in de komende week. We hebben heel veel voetbal aan de komende week. Heel veel mooi voetbal. Want kijk, mijn favoriet is de Serie A. Dat weten de kijkers denk ik inmiddels wel. Het is terug. En het is echt terug. Want afgelopen weekend waren het vooral inhaalduels. En vanavond gaan we echt los. Bologna tegen Juventus. Bologna tegen Juventus. Juve draait niet super. Hè. In de Coppa Italia hebben ze weinig laten zien. In de Italiaanse pers wordt het al geschreven over Bologna. Die ze misschien heel erg lastig kan gaan maken. Denk je daarvan? Dus, ik denk dat Bologna dat zeker kan gaan doen. Maar dan komen we zo meteen misschien nog wel bij mijn bedjes. Maar ben jij toch ook een professional? Een mooie cliffhanger. Godverdomme, cliffhangers tussendoor. Maar als we even het kaarsje doornemen. We hebben echt schitterend voetbal deze week. Ja, want dit is maandag en dan gaan we naar dinsdag. Gaan we naar dinsdag, dan hebben we Barcelona tegen Athletic de Bilbao. Woensdagavond staat met Atalanta Lazio weer een Serie A duel op het programma. Wat echt hartstikke mooi is. Dat is een topper, zeker. 2 leuke ploegen, allebei aanvallend. Zou ik ook zeker kijken. En het is om 15:15, dus die kan je vlak voor het slapen gaan dat nog is wel, aanzetten. Ik vind dat echt een lekkere toch tijd om nog even huts. Gewoon de hele avond sluiten. Donderdagavond. Chelsea City voor de Premier League liefhebbers. Ja, geld tegen geld. Wat denk je daar? Ik denk dat geld gaat winnen. Ja? Nee, ik denk Chelsea. Ja? Ja, ik vond ze een vrij goede indruk maken tegen Aston Villa, de tweede helft dan wel met name. Is natuurlijk veel gebeurd en veel behandeld. En als nieuwe technisch directeur moet ik natuurlijk ook een beetje inzetten op mijn eigen team. Dus wat dat betreft. En terecht, Chelsea. Vrijdagavond kunnen jullie even pauze nemen. Even terrasje pakken, weet ik wat. Er is voetbal, maar niet heel mooi voetbal wat wij aanraden. Ja, je hebt vier dagen gehad, dat moet ook besproken worden. Exact. Want je hebt pas maandag weer FC Buitenland. Vrijdag bespreek je het, maandag FC Buitenland. En ertussenin heb je op zaterdagmiddag de Bundesliga-ontknoping. Leverkusen hebben we even behandeld, heeft alles om voor te spelen. Werder Bremen moet er alles aan doen om niet te degraderen. Heeft het wat geluk bij nodig. Van Düsseldorf. Eigenlijk van Union Berlin misschien wel, die daar winnen van Düsseldorf. En zondag zijn we weer terug bij de Serie A. Want om 16:45 staat Milan-Roma op het programma. 2 ploegen die dit jaar een beetje lastig hebben. In 2000 was dit een groter duel dan zeker in 2020. Ja, in 2020 kan je het even aanzetten. Maar op de achtergrond, 2 ploegen die het een beetje lastig hebben. Roma gaat zich waarschijnlijk niet voor de Champions League kwalificeren. Dat is een kleine financiële ramp. Milan ook niet. Dat weten we eigenlijk al heel het seizoen, want die bakken daar eigenlijk helemaal niks van. Maar ja, wel wat leuke spelers op het veld. En waarom zou je niet kijken? Hè? Want een soort voorbeschouwing op maandag. Want maandag zijn wij er weer. Dan kan je in ieder geval controleren of hetgeen wat wij zeggen, of dat onzin is of niet. Dat bedoel ik. Vorige week
verliep onze badges niet heel erg goed. Wij wel een grote mond over FC Betting, over Neil en al die anderen en weet ik wat allemaal. Maar deze week gaan we het wel goed doen. Granny Chaka na 9 minuten eruit. Ja, dan wordt het lastig. En Aguero 2 keer op de paal. Ja, ja. Dat heb je wel niet. Maar ja, heb je wel je geld verloren. En ik had wat pech dat Lukaku niet scoorde voor Inter. Dan had ik hem wel te bakken gehad met meer dan 3,5 doelpunten bij Inter Sampdoria. Deze week gaan we goed inzetten. En we gaan gewoon winnen, denk ik. Wat, ja, toch? Ja, dit is vertrouwen. Beetje overtuigend. Ja, waar gaat jouw geld op? We hebben het net al gehad over over Barcelona en dat het niet altijd even vloeiend is. En dan komt Atletico Club de Bilbao op bezoek. En dan ga je niet winnen. Dus, nee. Stuntje. Ik denk dus dat het een x2 wordt. Wat, okay. De inhoud dat in ieder geval Barcelona deze wedstrijd niet gaat winnen. Ja, ja. En, dan krijg je rond €3 voor een kwartering. Niks mis mee. Ik ga weer terug naar de Serie A. Verrassend. Ja, ik dacht, hè, je moet bij specialisatie blijven. Ja. Juve haalde de finale van de Coppa Italia. Liet tot nu toe niet heel veel goed zien na de coronastop, zeiden we net al eventjes. En de kwartering van Bologna, waarbij ze beginnen met een 1-0 voorsprong. Dus een plus 1, is heel interessant. Hoger dan 2. Dus ik ga inzetten op Bologna plus 1. En die gaan gewoon stunten vanavond. Vanavond die wedstrijd zou ik zeker even aanzetten. Interessante spelers. En Juve gaat verliezen. En dan is de titelstrijd weer helemaal open. Dus dan, Juve Merda? Nee, dat ga ik niet zeggen. voor jullie, de kijkers, ook zeker belangrijk om onze tweet, waarbij we deze aflevering hebben aangekondigd, te retweeten. Dan kan je dit prachtig zien. Yes. Moeten we wel even goed laten zien. Van FC Afkikker winnen. De achterkant is ook prachtig. De achterkant is ook prachtig. Dit is trouwens niet het shirt dat Armin net aan had. Dit is gewoon een... Ik krijg gewoon een eigen normale shirt. Dus retweet het. En hetzelfde geldt voor vorige week. Heb je op een aanmerking? Zou je dingen graag willen terugzien? Comment, laat het weten. Want jullie input is voor ons heel erg belangrijk. Want dan kunnen we de best mogelijke show maken.